Helaas nu met het verlies van Leeuwarden. Hoe kijk je terug op naar het pre-season van dit jaar? Nou, ik denk als we vandaag vergeten, weet je wel, voor aanvang van deze wedstrijd, waren we heel tevreden natuurlijk over de resultaten, over het spel wat we zagen. Eigenlijk het niveau wat we daarin haalden. Niet alleen in de wedstrijden, maar ook tijdens trainingen wat we dan meenamen in die duels. Nou ja, goed, als we dan vandaag erbij pakken, dan was dat na de eerste 10 minuten. Bleef daar niet veel meer van over. Dus van de ene kant, misschien goed dat het vandaag gebeurt. Van de andere kant mogen we dat ook niet accepteren. En zullen dat op een of andere manier om moeten zetten in een goed leermoment. Goed, ik denk als wij ons niveau halen en iedereen zich aan zijn taken houdt en daarbij die 100% inzet levert, wat we vragen van iedereen, dan denk ik dat wij mee kunnen gaan doen om de prijzen. Daar ben ik van overtuigd, daar heb ik alle vertrouwen in. Maar goed, je ziet dus vandaag, hè, als wij dus dat niet doen, dan kunnen wij ook zwakte vertonen. Hè. Dus het is vandaag ook een signaal naar de groep toe. Dat wij niet kunnen leunen op 1-2 jongens die toch wel het verschil gaan maken. Het zal van iedereen moeten komen. De kracht van dit team is gewoon het collectief en de breedte die we hebben. We hebben dit jaar een bredere selectie als vorig jaar. We hebben daarin goede diversiteit aan kwaliteit, maar ook aan leeftijd. Maar ja, dat is wel wat het is. En we kunnen daarin geen schakels missen. We zullen dat echt elke week, twee keer in het weekend, zullen we dat met z'n allen moeten doen en moeten leveren. En dan kunnen wij mee gaan doen om de prijzen. Over die prijzen, vandaag Leeuwarden gehad, gisteren Zoetermeer, beide Eredivisie-teams. Mm-hmm. Volgende week Utrecht, hoe kijken we daar naartoe? Gaat het makkelijk worden of zullen we toch een beentje bij moeten zetten om die wedstrijd te winnen? Dat is moeilijk te zeggen. Ik ben iemand die nooit een tegenstander onderschat. Ik denk wel dat jij, als jij tegen een Eredivisie-team speelt, verplicht bent om van jouw eigen kracht uit te gaan. Dus dat is ook wat we gaan doen. En wij moeten zorgen deze week dat we scherp zijn en het niveau weer gaan halen van de eerste vier wedstrijden. Of de eerste vijf, sorry. Dat niveau moeten wij komend weekend gaan halen. En dan is het aan Utrecht op dat moment om zich daar waarschijnlijk te gaan aanpassen. Maar we hebben daar zeker wel respect voor en we kunnen dat ook niet onderschatten. En juist ook dat is vandaag denk ik een heel goed leermoment voor ons. Before you do your last this Sunday, but how do you look back with all the players through the preseason of this year? I think we started off really strong. We beat Valencia twice, shown what we can do. Sometimes you need just a little humble setback, not in the way that happened, but it's a learning process and you got to start winning them when it counts. I think most of fans wondered how did you react when you heard you become the captain of Dieters. I was filled with joy. I mean, I see everyone in the rink and they're all, you see how proud they are of this club. I'm honored to wear it and I'm going to do the best I can doing it. Your thoughts on this game? They just wanted it more, I think. We came in thinking it was going to be easy. I mean, we had a good, strong start and just let off the gas. I mean, the night before we went up by quite a big number and you could kind of see that the other team kind of gave up and let go, but these guys just kept hammering at us the whole time and we let off the gas. It's a learning curve and you just can't let that happen again. We hope you leave this game in the past. How you look on next weekend? Just got to make sure we don't let off the gas. It's another Eredivisie team and I mean they're in the division below, but it can't mean that you take them lightly. You got to show up and play your best. They'll come at you as much as they can. If you give them some life, they'll take it.